Bij het patellofemoraal pijnsyndroom heb je pijn onder of rond een knieschijf. De pijn wordt erger bij lang zitten met gebogen knieën, hurken, op je knieën zitten, traplopen en soms bij fietsen. Als je je knie strekt, kan de pijn weggaan. Je knie kan stijf aanvoelen of dik zijn. De knieschijf ligt op het kniegewricht. Als je je been strekt en buigt, schuift de knieschijf over het kniegewricht heen. De klachten komen doordat er soms wat beschadiging, ruwheid of irritatie tussen de knieschijf en het kniegewricht ontstaat. Het komt vooral voor bij tieners en jongvolwassenen. Vaker bij meisjes dan bij jongens. Wat kun je het beste doen als je hier last van hebt? Bij veel pijn moet je de sport of activiteit die de pijn uitlokt, zoals voetbal of atletiek, gedurende 1 of 2 maanden minder gaan doen. Ga dan andere sporten doen die minder pijn veroorzaken, bijvoorbeeld zwemmen of misschien fietsen. Het is goed om voorzichtig in beweging te blijven. Zo blijf je toch fit. Eventueel kun je 3 tot 4 keer per dag een oefening doen om je bovenbeenspier te versterken. Ga op de grond zitten met gestrekte benen. Zet je handen achter je op de grond. Leg eventueel een kussentje of opgerolde handdoek onder je knie, zodat de knie wat steun heeft en niet helemaal gestrekt is. Til nu je been op tot je hak 5 centimeter van de grond afkomt. Houd je been 10 seconden zo gestrekt en leg hem dan weer rustig neer. Ontspan dan even 10 seconden en houd je been daarna weer omhoog. Doe deze beweging 5 keer achter elkaar. Je kunt de oefening als je wilt ook liggend doen. Lukt deze oefening na een tijdje goed en heb je daarna weinig klachten? Probeer het dan na een paar dagen met een gewichtje op je voet. Koop daarvoor bijvoorbeeld 1 kilo rijst in een slappe plastic zak. Die blijft goed op je voet liggen. Pas op dat je niet te snel en te zwaar gewicht neemt. Bij deze oefening is een gewicht van 1 kilo al behoorlijk zwaar. Kijk of het gaat en neem anders 0,5 kilo. Laat daarvoor eventueel wat rijst uit de zak lopen en plak de zak weer dicht. Zijn de klachten na 1 tot 2 maanden minder geworden, dan kun je de sport of activiteit waarbij de klachten zijn ontstaan geleidelijk weer gaan doen. Zijn de klachten niet genoeg verminderd, neem dan contact op met je huisarts.